Wat doe je als je iemand beroerd aantreft op straat? Op Restart a Heart Day wordt jaarlijks wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van reanimatie. Medewerkers van Hagen Ziekenhuis Zoetermeer leerden kinderen uit groep 8 van basisschool Stella Nova wat er gebeurt als je 112 belt en hoe je kunt reanimeren. Door het ziekenhuis zijn er ongeveer 300 reanimaties per jaar buiten de ziekenhuizen. Dus er is altijd een kans, als er een reanimatie is ergens, dat er een kind bij betrokken is. En wat wij eigenlijk willen is dat een kind zich op dat moment niet hopeloos voelt. Van wat moet ik nou doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Maar dat ze nu eigenlijk al leren van ik kan wat betekenen. En dat betekent niet dat we nu verwachten dat ze gaan reanimeren. Maar ze kunnen wel denken, hey, heb ik een telefoon? Ik kan hulp inschakelen. Er zijn wel buren die ik erbij moet halen. Als ik 112 bel, wie krijgt een aan de lijn? Hoe moet ik reageren? Dus daar zijn ze op voorbereid. Daarom vinden wij het belangrijk om groep 8 vandaag mee te nemen hierin. Ja, de cursus was echt super leuk om te geven. De kinderen waren gewoon heel erg enthousiast, deden lekker mee. Ze waren zelfs zo enthousiast dat hun lerares, die ook nog nooit had leren reanimeren, die hebben ze met een groepje zelf leren reanimeren. Dus de kinderen vertelden de lerares stuk voor stukje wat ze moest doen. En ze zeiden zelfs dat ze dat aan het eind van de dag ook aan hun ouders gaan leren. Of in ieder geval zeggen dat ze ook een cursus moeten gaan volgen. Ja, dat is natuurlijk supergoed. Hoe meer mensen het straks kunnen, hoe beter.